Dag Lies, Lies Seynaven. U bent de nieuwe Miss Wellness Beauty? Ja, inderdaad. Een paar minuten geleden zelfs. Hoe voelt dat nu al aan? Nog een beetje overweldigend allemaal. Ik weet nog niet goed wat mij overkomt op dit ogenblik, maar dat zal in de loop van de avond en zeker morgen wel doordringen. Ja, ik zag u bij de vragen van de jury heel rustig blijven. Is dat u gewoond om alles zo in te schatten, goed in te schatten? Nee, ik denk dat het een beetje door de maturiteit en de ervaring komt dat ik vrij rustig ben. Ook als mijn opleiding als leerkracht maakt mij ook in staat om makkelijker voor groep te spreken. Dus ik denk dat dat dan in mijn voordeel heeft gesproken om effectief daar rustig te staan. Ja. Opleiding leerkracht, wat doe je daarmee met dat diploma? Leerkracht in de schoonheidszorgen. Dus ik heb een diploma schoonheidszorgen. Ik heb enkele jaren als zelfstandige gewerkt. En met die nuttige ervaring, samen met een diploma leerkracht, mag ik dan lesgeven in de schoonheidszorgen. Ja. Waar is dat ergens, die school? Er zijn verschillende scholen. Ik volg de opleiding zelf in Berchem. Om dan nadien les te geven, ja, de mogelijkheid is heel groot. Alle scholen die schoonheidszorgen of bioesthetiek aanbieden, daar zou ik aan de slag kunnen gaan. 9 kandidaten vandaag voor dat ene kroontje wat u nu op hebt. Wie was de beste naast jou, denk je? De zwaarste concurrenten voor jou? Ik denk dat het heel moeilijk te zeggen is. Ik denk dat mijn twee eredames op zich al heel zware concurrenten waren voor mij. Als ook voor mij persoonlijk, Stefanie Faas was bij mij ook iemand die er zeker uitstak. Waarom heb je gewonnen? Wat denk je? Wat zijn je sterke punten dan? Ik denk onder andere die maturiteit speelt in mijn voordeel, de ervaring. Het feit dat ik met verschillende soorten mensen makkelijk kan omgaan, omdat je dan toch al een beetje die levenservaring mee hebt. En ja, stevig in de schoenen staan en er altijd staan. Ik denk dat dat mee de grootste oorzaak heeft gemaakt. We zaten daar aan de perstafel achteraan. Naast mij zat toevallig de bende van jou, zal ik zomaar zeggen. Die waren heel enthousiast. Hoeveel mensen zijn er voor jou eigenlijk? Ik heb 11 VIP-personen en daarnaast nog 15 gewone supporters. En als je daar staat, zo ver op dat podium, ver weg van die mensen, hoor je die mensen brullen? Ik hoor ze niet en ik zie ze niet. Alhoewel mijn VIP-tafel heb ik zo af en toe eens uit een uithoek kunnen zien. Maar degene die achteraan stonden heb ik niet gehoord of gezien. Wat ga je morgen moeten doen? Weet je dat al? Eerst en vooral mijn kindjes naar school brengen om 7:45. En dan nadien lang uit op de zetel even alles laten bezinken, denk ik. Ja, waar woon je ergens trouwens? In Lier. En uw leeftijd? 29. Dat is nog jong, hè? Dit jaar nog 30, dus ben aan mijn laatste jaartje bezig. Ik wens je nog veel succes in wat je verder onderneemt. Bedankt, Lies. Dank je vriendelijk.